Ik ben Jos van der Lans en ik ben cultuurpsycholoog en publicist. In januari 2015 krijgen Nederlandse gemeentes ongeveer 30 miljard meer te besteden aan werkgelegenheid, zorg, jeugdzorg. En tegelijkertijd is dat 20%, 20-25% minder dan wat er nu naar die terreinen gaat. Dat is een enorme operatie. Dat is een operatie ook waar. Duizenden mensen al jaar mee in de weer zijn. Dat is een operatie die sommigen zien als een soort afbraak van de verzorgingsstaat. En anderen denken dat het een enorme kans is om het nou echt goed te gaan organiseren. Maar om dat nou echt scherp in beeld te krijgen, is het goed om even terug te gaan in die geschiedenis van die verzorgingsstaat. En wat is er aan de hand? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Welk probleem gaan wij nu met deze operatie oplossen? Dan gaan we even terug naar 1942. We verhuizen even het decor naar Londen. Waarin de Engelse regering een beetje een saaie jurist, William Beveridge, aan het werk zet om de contouren te tekenen van een nieuw soort verzorgingsstaat. En die verzorgingsstaat die moet een belofte waarmaken: namelijk de belofte dat we niet nog een keer in dezelfde situatie terechtkomen. als de situatie die aanleiding was voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus geen armoede, geen crisis. En hij formuleert eigenlijk vijf giant reuze problemen die die nieuwe verzorgingsstaat moet oplossen: dat is één, armoede, twee, onwetendheid, drie, ongezondheid, vier, slechte huisvesting, dus woningnood, en vijf, werkloosheid. En hij ontwerpt een, zeg maar, een soort verzorgingsstaat die voorzieningen daarvoor gaat treffen, die voorzieningen op touw zet om, om dat te gaan realiseren. En één jaar later komt in hetzelfde Londen een opdracht van. De Nederlandse regering in ballingschap uh, een commissie bijeen, de Commissie van Rijn, die eigenlijk dezelfde opdracht heeft, maar nu voor Nederland. En ze pakken die gedachten van Beveridge beet en ontwerpen eigenlijk een soort systeem wat de grondslag gaat vormen van de wederopbouw in Nederland op het sociaal terrein. En als je de wetgeving ziet hè, tussen 1945 en 1970, dan zie je dat dat ook een immense. Ja, een immens project aan het worden is. We zien de, de ouderdomswetgeving, vlak na de oorlog al, de AOW van Drees, in 1957 afgetikt als een echte wet. We zien de, de bijstandswet in 1965, wat echt een mijlpaal is. Je, kan, je hoeft je niet meer te schamen en je hand op te houden om bij de sociale dienst te komen. Maar je, mag, je hebt er recht op. We zien op de ruimtelijke ordening allerlei nota's die heel Nederland opkrikken. We zien de AWBZ, waar we nu nog mee zitten, als een verzekering tegen ja, niet verzekerbare risico's. We zien de WAO ontstaan. Eigenlijk zien we tot 1970 precies die verzorgingsstaat, die welvaartsstaat ontstaan, die Beveridge zeg maar, in de oorlog ontwierp. En waar wij dus, en niet alleen wij, maar in bijna heel West-Europa heel veel landen mee aan de slag zijn gegaan. Dat is een enorme uh, prestatie. Maar tegelijkertijd zie je dat daarmee ook iets anders gebeurt. Tegelijkertijd zie je dat daarmee ook een soort ja, van, een proces van professionalisering op gang komt: professionalisering in die zin dat al die voorzieningen natuurlijk bemand en bemand moeten worden door professionals die komen van die onderwijsopleidingen, die steeds meer mensen naar zich to toe trekken, die weer employ vinden in die samenleving. En wat dat betekent, laat eigenlijk op een één heel klein. Nou, postzegel van maat voor beeld laat dat zien. We gaan even naar de voogdijverenigingen in Nederland. Pro-juventute heette dat. En voogdijverenigingen zijn verenigingen van burgers die eigenlijk de voogdij, dus als de staat zich gerechtigd acht om in te grijpen in een gezin en een kind onder voogdij te plaatsen. Dan wordt dat in Nederland uitgevoerd in 1966 door zo'n 7000 burgers die dat doen. Die begeleid worden voor de kinderbescherming en om het werk te organiseren door 200 maatschappelijk werkers. En dan treedt eigenlijk ja, die verandering uh, in werking. Dan komen eigenlijk die professionals, mijn generatie, uh, 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 komt langs en die zegt... ja luister eens, als mensen hulp nodig hebben, dan hebben ze ook weer echt deskundige hulp nodig. En dan moet je niet zitten teuten aan die keukentafel uit moralistische boodschappen van mensen uit de kerk... of allerlei andere kleinburgers die, uh, die, uh, die eigenlijk van, van niks weten. Mensen hebben professionele hulp nodig. En wat je ziet op dat terrein, en deze grafiek laat het prachtig zien... Dat in één keer, in een periode van twaalf jaar, worden al die burgers uit dat professionele domein verwijderd eigenlijk. Of je kan het andersom zeggen, het domein wordt geheel geprofessionaliseerd. In 1978 hè, zijn er nog wat hardnekkigere overblijvende burgers en is het aantal professionals met een factor drie eh, toegenomen. En dat is een tendens op een heel klein formaat die je eigenlijk op alle terreinen van de verzorgingstaat ziet. Die zie je ook in het welzijnswerk optreden. Die zie je in factoren van het onderwijs optreden. Al die publieke afdelingen, die publieke sectoren professionaliseren zich in hoge mate. Het is eigenlijk ook in zekere opzicht het meest succesvolle werkgelegenheidsproject van de naoorlogse generatie. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wat anders. Wat die burger als het ware in het verleden, ja, participant op die domeinen, nu wordt hij er als het ware een soort. Consument van. Wordt een soort, ja, er wordt een soort, soort klant van het, uh, van het aanbod, wat langzamerhand door al die voorzieningen op een terrein van zorg, op een terrein van woningen, voor hem wordt uh, geleverd. En je ziet ook dan al in de jaren zeventig de kritiek daarop groeien. Ja, er zijn al discussies over of we niet te veel voor mensen zorgen. Er zijn al discussies over of we niet, dat is een prachtige term van de socioloog van Doorn, of we niet een soort expertocratie aan het maken zijn. Dus dat voor elk probleem wel een groep professionals is die daar op een of andere manier de suggestie voor heeft dat het ook uh, dat probleem kan oplossen. We hebben de discussie over uh, de zorgzame samenleving onder Brinkman. En je ziet ook dat we tegelijkertijd. Wat gaan we doen? Eraan? We denken: hé, hey, dat gaat niet zo meer goed. We moeten een nieuw sturingsmechanisme introduceren. En dat is eigenlijk de marktwerking, het de bedrijfsmatig denken. We moeten het efficiënter gaan organiseren. We moeten het niet alleen met goede bedoelingen doen, maar we moeten het echt economisch verantwoord, doelmatig aanpakken. En dat is de periode, de meeste mensen die kennen die nog wel, vanaf de jaren negentig, ja, die deze sectoren in de greep heeft genomen. En die ook steeds grotere instituties heeft doen ontstaan, processen van schaalvergroting. Processen van ja, efficiëntie, van verantwoording. Dus die hele verzorgingsstaat is wel ja, aangepakt, maar echt wezenlijk niet van veranderd. Je kan in zekere opzicht zeggen dat die in toenemende mate eigenlijk ook gebureaucratiseerd is of complex geworden is of onbegrijpelijk geworden is. Hij is op tal van punten moeilijk toegankelijk. Het is, het is heel erg moeilijk om zo'n voorziening te bereiken door al die telefoons te kopen. Het is vaak gebaseerd op wantrouwen. Hoeveel gegevens mensen niet moeten registreren. om zich te verantwoorden voor het geld. wat zij van de publieke sector hebben gekregen om te besteden. En het is vaak heel erg gebaseerd op een steeds perverser wordende vorm van controle. Dit plaatje laat dat geweldig zien: het zijn organisatieadviseurs. In het bedrijf Osira, een verzorgingshuis in Amsterdam, die met de Stopwatch zeg maar, rond zijn gegaan en alle activiteiten van die verpleegkundigen geregistreerd hebben. Niet, niet omdat dat een perverse hobby is, maar om de doodeenvoudige reden dat ze dachten: als we het nou anders organiseren, al die tijdseenheden op een andere manier rangschikken, dan kan het nog efficiënter. En je ziet dat dat natuurlijk de totale vervreemding is. Zorg. Als we gaan over zorg gaan praten, is niet, dan gaan we niet over eenheden van 41 seconden praten, maar dan praten we over mensenwerk en dat zal niemand verbazen dat Osira, nou ja, zo ongeveer twee weken na verschijnen van dit, deze tabel in het parool. Onder toezicht van de inspectie van de gezondheidszorg is geplaatst. Zo ver is het systeem eigenlijk heen. Het systeem loopt vast. Het systeem is bureaucratisch. Het systeem werkt consumentistisch gedrag van burgers in de hand. Het is ontoegankelijk, het etiketteert steeds kleinere probleempjes, te proberen specialisten wat mee te doen. En het is in zijn, in zijn omvang duur aan het worden en dramatisch. Aan de onderkant van de samenleving. Dus voor mensen die het eigenlijk het echt nodig hebben, werkt het systeem steeds minder goed. Als je in de ongelukkige situatie bent dat je één of twee of drie problemen tegelijkertijd hebt, dan kan je je niet gelukkig prijzen, want dan kan het systeem eigenlijk niet meer dat opbrengen wat het eigenlijk zou moeten opbrengen. En dat is waar we nu veranderingen proberen te brengen. En dat doen we eigenlijk al langere tijd hoor. We, we, we praten over vragenrechtheid en over klantvriendelijkheid en over burgerparticipatie al twintig jaar. Er zijn bibliotheken overvolgeschreven. Maar wat er nu aan de orde is, is eigenlijk nog iets anders. Het is niet alleen die burgers die gevraagd worden om te participeren in de systemen. Wat we nu gaan doen is ook de systemen veranderen. We maken eigenlijk twee bewegingen: we maken dat professionele domein weer open, we laten daar weer burgers toe. Om als het ware naast die leveranciers van oplossingen, die professionals, hun bijdrage te leveren. Dat is de discussie over burgerkracht, over vrijwilligerswerk. En tegelijkertijd zien we dat die professionals uit die systemen komen en hun werk als het ware steeds dichter bij mensen gaan organiseren. Dat is eigenlijk wat we zien in al die sociale wijkteams. Dus de organisatie van nabijheid, ander type professionals, niet namens instituties, maar veel dichter bij mensen. En dan zie je eigenlijk ook de logica van die decentralisatie. Want dat kan je natuurlijk niet meer organiseren vanuit Den Haag of vanuit een, een, een verzekeringsregime. Dat moet je dichterbij mensen organiseren. En dan moet je ook die gemeente de ruimte geven om dat te doen. Dat is precies wat we nu uh, uh, zien gebeuren. En burgerkracht, het toelaten van burgerkracht, het teruggeven van die, ja, van die publieke sector aan burgers, is eigenlijk ook een heel andere oplossing. Omgang met die burgers. Ze hebben meer te vertellen over hun eigen hulpverleningen of over hun eigen manier van omgaan met problemen of hun eigen voorzieningen in de wijk. Je ziet burgerbedrijven of bewonersbedrijven ontstaan. Je ziet dat, dat spelen met eigenaarschap. En dat is een beetje los te komen van het idee dat die professionals eigenlijk altijd wel die oplossing bieden. Nee, dat is een andere vorm van samenwerking, een samengaan tussen burgers aan de ene kant en die nieuwe institutionele arrangementen. En dat kan omdat er nog één beweging overheen komt. Dat maakt eigenlijk die situatie waarin we nu zitten misschien wel, nou ja, noem het revolutionair. Want in vergelijking met 20, 25 of 30 jaar geleden, toen er ook over decentralisatie werd gepraat, hebben we nu eigenlijk een tijdperk waarvan ik kan zeggen: we hebben nog een nieuwe technologie ter beschikking. De technologie van de. Ja, van internet, van informatie, van sociale media. En dat is een drijvende kracht waarin mensen eigenlijk het vermogen hebben om veel meer zelf te kunnen doen. Veel meer zelfverantwoordelijkheid te kunnen nemen voor, ja, noemen we het, publieke taken. Kijk de kranten erop na. Let erop. En je ziet bijna elke week wel een of andere initiatief van burgers om... Lokale energie op te heffen, een broodfonds op te richten, een stukje publieke ruimte zelf te be, be, benutten, om, een, om een, 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 een leegstaand kantoor te gaan exploiteren, om wat dan ook. Er is een enorme golf van mensen hè, die op een andere manier, zeg maar, die organisatie van die. Publieke, van die civil society als het ware vorm gaan geven. Er zitten ook andere waarden in. Het gaat veel meer om zelfdoen, het gaat om platforms, het gaat om het delen van kennis en ervaring, het gaat om coöperaties waar je zelf eigenaar bent. Het gaat om overzichtelijkheid en kleinschaligheid. En dat is de nieuwe vorm van een nieuw type civil society, die als het ware in die gemeentes zeg maar de dragende instituties worden van die nieuwe werkelijkheid en die nieuwe verzorgingsstaat die we aan het creëren zijn. Het is dus een decentralisatie van rijk naar wijk, waarin die wijk eigenlijk, ja, die nieuwe. Ja, noem het samenwerking, noem het, noem het, noem het co-productie, noem het zelforganisatie, noem het andere arrangementen van professionals, noem het sociale wijkteams, waarin we gaan proberen om dat als het ware, ja, ja de drager, de zuurstof van die nieuwe verzorgingsstaat te laten zijn. En dat is waar we de komende jaren gaan werken. En dan is de vraag: kunnen we met die nieuwe arrangementen, met die nieuwe bewegingen, eigenlijk die vijf reuze problemen waar Beveridge het over had: die gingen over onzekerheid, armoede, die gingen over onwetendheid, die gingen over ongezondheid en ziekte, die gingen over betaalbare huisvesting en werkeloosheid, kunnen we die, kunnen we die aanpakken? En dan. Ja, dat kan je soms wel stijfelen. Want we zien eigenlijk dat onzekerheid voor veel mensen toeneemt. We zien de armoede toenemen. We zien onwetendheid. De toegang tot onderwijs wordt niet makkelijker. We zien ongezondheid. De verschillen in gezondheid zijn nog steeds groot. We zien de betaalbaarheid van de sociale huisvesting achteruit lopen. We zien de werkloosheid voor de jongere generaties nog niet teruglopen. Dus er staat ons echt een enorme uitdaging te wachten. Die misschien wel vergelijkbaar is met die periode van de wederopbouw. Maar wat we wel weten. Is dat we dat niet meer op dezelfde manier met die grote arrangementen en verzekeringssystemen die uit Den Haag, zeg maar, over het land werden gerold, dat we het niet meer op die manier kunnen oplossen. We zullen dat lokaal moeten doen. We zullen dat met burgers lokaal moeten doen. We zullen verschillen moeten accepteren tussen al die burgers. En we zullen die discussie op een ander niveau moeten voeren. En ik denk dat dat een geweldige uitdaging is. Als je in zo'n gemeente werkt, als ambtenaar of als burger bent, dan ontstaat er weer een nieuwe arena om iets te doen. Ja. Wat van de moeite waard is om dat in ieder geval te gaan, uh, te gaan beginnen en daar uh, iets moois van te maken. En dat is wat we de komende jaren in alle gemeenten hopen te gaan doen.